Potter. Van Harry Potter. Nee, Harry Potter Generation natuurlijk met Rusty. Ja, ze zijn wel goed. Ja, we zeggen, we zijn er weer. We gaan een spreuk ophalen. Hopen ja. Denk ik wel. Ik zie wel echt duidelijk dat ik deze game maar één keer heb gespeeld. Omdat niks bekend... Kut! Dat niks bekend voorkomt voor me. Nee, hetzelfde. Ga je niet je drankje vullen? Dan moet je deze kant op. Oh, kut. Nee, de andere kant kun je je drankje vullen. Oeh, dat wil ik wel, ja. Maar je liep wel goed trouwens. Ja, je moet Lumos gebruiken, dat je het even weet. Deze keer had ik hem door. Ah, nou oké, top. Nee, ik zeg maar eens, hè. Kan die Defender zo ver af? Blijkbaar. Oh, de imps zijn er weer! Nee. Wat gezellig. Gooi hem gewoon naar beneden. De groeten. Yeah. Hi, imp. Oh, zijn er nou twee? Ze zijn met een leger. Niet een leger? Ik wil nog niet dood. Waarom gebruiken ze deze lummels? Dat vinden ze leuk. En wat hebben we hier? Oh, maar hier hebben we een kistje. Hallo. Ja, mening. Oh, shit. Ze zijn hier. Ze zijn hier. Oh, ze zijn met z'n allen hier. Oké. Okay. Gezellig. En ik moet zo meteen mijn drankje weer bijvullen. Oké. Okay. Kut. Hey, imps, blijven jullie maar met z'n allen daar. Oh, dit is veilig. Milan. Ja. Oh, dat is heel veilig. Het is net de Sponsifico-uitdaging van de PC-game. Wat, dan moet je hiervoor Alohomora hebben toevallig? Wacht, waar is Alohomora? Oh, die staat helemaal achteraan, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Vuile, gore imps. Oké, ik wist niet dat het woord vuil in één zin zo vaak gebruikt kan worden. Ja, dat kan zeker als het om imps gaat. Hey, wacht trouwens, ik heb een idee. Imp, kom hier. Imp, we gaan jou eventjes laten zien wat dat woord dood betekent. Wow. Oh ja, maar hij draait niet meer hard genoeg. Oh. Ik weet niet of het te zien is, maar ik ben het keihard van dat ding afgehiet. Jeet. Ik had even gekeken dat ze... zijn geen Alohomora sleutels. Ik ben weer eraf. Godsamme, joh! Oh, tuurlijk. En bij jou gaat hij weer langzaam. Oké. Okay. Ja, ik heb twee van die touwen kapot gemaakt. Jij deed er ook twee, maar waarom ging je bij mij dan niet? Omdat je een Pokémon een Harry Potter meester moet zijn. Ja, Imp. Fijne begrafenis. De groeten! Natuurlijk, nou draaien we langzaam, oké. Okay. Oh, het werkt niet. Werd... Wow, yo. Ja, maar... Wie heeft dit aanzicht per se bedacht, zeg maar? Een pompoentaartje? Wat een dievenspel. Wat een onzin.
Wat een onzin. Oké, ik wacht nog wel eens dat de volgende keer langskomt. Oké, en dan gaan we nu. Jezus. Oké, nu gaan, Harry, nu gaan. Zo, en we zijn weer in dezelfde ruimte als Milan. Oké, gezellig. Ik vind er niks aan. Nee. Oh. Nou, oké, dan niet. Echt, ik snap die hele gimmick, snap ik niet. Ik ook niet. Hoe moet ik het dan doen? Hier, hoe dan? Oh, kut. Ja, dit is echt gewoon kloten, dit. Ik zie het echt niet. Een pompoentaartje. Oh, wel, Harry, hou het in de controle. Oh. Hoeveel stukjes moet het zijn hiervan? Oh, auw. Milan, je moet wachten tot het vuur uitstaat en dan moet je hem omhoog wippen. Want dan vuren ze geen nieuw vuur af. Ik ben er voorbij. Oh, dit is veilig. Ja. Ah. Makes sense. Oh, hi Harry. Fijn dat je ook even binnenkomt gevallen, jongen. Ik haat het echt zo fucking erg. We hebben een sprookjeboek. Dat spreuk is wel agressief, Naito. Hij ziet er gewoon naaien. Oké, wat gaan we doen? Oh, hi, Gargoyle. Oh, Milan, als je denkt dat dat klote is. Dan moet je hier eens komen. Kom dan met je blij gezicht. Dat wou ik zeggen. Nog één keertje. Oké, okay, kom maar. Oh. Kom maar. Zo, en ik mag weer gaan. Ja, je kunt beter een opgeladen doen. Hier. Maar ik kan niet... hij spuwt altijd vuur. Ik kan niet zorgen dat hij geen vuur spuwt. Oh. Net gezegd, er is één plekje waar die net niet staat, maar dan mikt Harry wel zijn flipendo. En op dat moment moet je schieten, dan begint hij met vuurspuur, maar dan kun jij er nog net snel voorbij gaan. Je moet wel echt een goede opgeleide doen. Kijk, er zit geen verschil in tijd, zeg maar. Oh. Hey, vet gauw punten voor Gryffindor, top. En je moet hem eigenlijk net doen op het moment dat hij zijn vuur uitzet. Hm.
Won set ready, oké. Tuurlijk niet. Kom maar op, Malfoy. Wacht, waarom met Malfides de spreuk al? Wat is dit voor valspelerij? Harry, waarom is je staf omhoog, jongen? Oh, ik heb een strategie. Auw. Oké. En dat was winst. Oh, dit verklaart een hoop. Draco roept de slang op en gaat vervolgens knock-out. Oké. Okay. Die is niet hoe ik me de film herinner. I'm a bot. Ja, je moet alleen die nog, Milan. Dan ben je vrij. Quidditch! Oh, dat komt mooi uit. Dan krijg ik de bezem. Hij blijft gewoon vuur spuwen. Gaan, 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 gaan. Oh ja, een tip. Vuur hem nog een keertje op die. En dan er voorbij. En dan ben je vrij. Ik kan hier achterdoor langs. Je bent nu klaar. Nee, wat een gezever. Een gezever, een gezeik. Oké. Okay. Daarom, die moet je naar beneden doen en dan heb je een spreuk. Oh, die kist ben ik vergeten. Ja, ik denk dat healing items zijn. Yep. Wat had ik trouwens? Had ik trouwens die... Ik weet nou niet of ik die Alohomora kist had opengemaakt. Oh, ik heb de Alohomora eraf gehaald, maar niet opengemaakt. Hoe kan ik hierbij? Want... Opgeladen, Defendo. Ja, zie, ik had hem laten liggen. Het was gewoon een tovenaarskaartje. Nummer 95. 95, oké. Okay. Ja, 95. Nou, ik ga mijn bezem ophalen. Ik doe dat eens. Dan ben ik een vrije jongen. Dat is fijn, meneer. Ja, ja, ik zei, jij mag nu leuker gaan doen. Nu mag ik kijken hoe goed je reflexen zijn. Daar. Oh, je moet vechten tegen hem? Wat? Ja, de enige manier hoe ik kan verstaan is om zijn ding op hem terug te vuren. Ja. Je hebt Expelliarmus niet... Nee, ik was onderweg, maar ik was heel eventjes... Nee, dat kan wel. Zeg, je moet wel oppassen, hij vuurt niet alles op jou af. En nu deed ik B, maar er gebeurde alleen niks. Ja, je moet hem ingedrukt houden. En nou terugschieten. Ja, op het moment dat je hem hebt, kun je gewoon meteen loslaten. Oh, oké. Okay. Op het moment dat jouw ding in, dat zijn ding in jouw Expelliarmus, kun je meteen loslaten. Dan schiet hij hem terug. Oh ja. Ja, welke kant op is Quidditch?
Of binnen een forest. Ik denk niet dat ik die kant op moet. Quidditch Stadium. Hij zit jou ons dus gewoon aan het kijken van wat laat je mama doen, joh. Ja. Ah, nog één keer en dan heb je hem. Ja, Plank, we gaan ervoor. We gaan de Swagball Cup zeker weer winnen. Wat, hey. We hebben ons plekje al gewoon, want we zijn de enige zoeker. Oh. Ik vlieg door één ring en jij gaat meteen weer een hele uitleg geven. Oké. Oh. Oh, wat vlieg ik traag. Ja, succes tegen Draco. Ook nog tegen Draco. Oh ja, wat was dat duelleer gebeuren. Oh ja, ik heb trouwens wel een tip voor je als je bij Draco bent. Mm-hmm. Oh, wat gaan we doen? Ik heb boost, oké. Oh, dit is te snel! Nice. Oké, ik heb weer boost. Nou gaan we ervoor, hè? Waar is dat ding? En mijn mok. Oh. Heel misschien ben ik gecrashed. Well done, Potter. 40 house points for Gryffindor. 44 punten voor Gryffindor, zoals het hoort. Ja. Waarom zijn niet homing missiles als beukers? Oké, doei, beuker. Waarom zijn die dingen net zo snel als ik met mijn boost aan? Wat is dit? Maar je hebt de snits gevangen. Nee, ik moet hem nog vangen. Kom hier. Kom hier, Kreng. Kom hier. Kom hier. Mes. 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 Kom hier, vuile pitta. Oh, tuurlijk. En ik heb niet gevangen, dus ik mag het hele stuk weer opnieuw doen. Gezellig. De truc is, vuur u twee keer Flipendo achter elkaar af. Oh, huh? Zijn Flipendo volgt? Wat? Dat is de first. Oh, daar gaan we weer. Kom hier. Ik heb hem. Lekker ring. Wojo, een vuile snit. Ja, hier was die tip er nog ergens goed voor. Mannen gaan nu zelf sisselspraak doen. Ja. Janken dan, ook nog. Fijn, ik moet nu nog een wedstrijd gaan spelen ook nog. So, does it matter? It matters. Does it matter? Being able to talk to snakes. I don't think so. Oh, wel echt wat een tempo is dit. Now the whole school's going to think you're his great 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 grandson or something. Ja, we komen eraan. Het tempo komt eraan. He lived about 1000 years ago. Ja, waar is die snij? Kom hier, bit! Oké, dat ging lekker. Oké, note to self. Je kunt niet afsnijden als je tegen de snij wil aan het vliegen bent. Oké. Ik wilde afsnijden alleen omdat de game zegt van... Ja, weet je, je moet het patroon van de snij volgen. Ja, hier, ik krijg kopstoot. Oh, de tijd is voorbij.
Ik zit vast in een zwerkbalding. Dan ga ik nog wel even door totdat jij een zwerkbalding hebt verslagen, ja? Helemaal goed. Number 95, Yard de Plat. Ik vlieg volgens mij nu voor de snij. Oh, daar is die. Oké, Harry, probeer hem in één keer, hè? Yes! Lekker, Harry. Number 57, Gifford Ollerton. Harry snapt het. Oké, dit is wel goed zo, hoor. Harry is een zwerbalmeester. Hé, een E+. Hoezo mag hij jou een E-plus geven? Kijk, en ik krijg de Nimbus 2000. Dat is een beetje jammer. Hè? Kijk, gewoon een A. Oh, ik krijg de punten officieel van Madame hoog. Dat is niet van Madame laag. Nee, zeker niet. Nee. Ja, Milan, jij kunt stoppen met bewegen. Oké, dan gaan we zo naar het safeboekje, denk ik. Dat is verstandig. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Kijk dan nog even de cutscene van Rusty. En dan zie ik je aan de volgende keer. Adios, amigos.